Goedemiddag. Welkom in onze uilentuin. Kom mee, dan gaan we naar binnen. Kom maar. Er is een jong van de Turkmeense oer, die zitten daar in de kooi. Dit is een jonkie van dit jaar, die is 5 maanden oud. Heel mooi van kleur. Doet niks hoor. Hm? Nee, hè? Nee, alleen spelen wil je wel eens, hè? Ja. Hm? Dan moet je je linkerhand hebben. En dan ga ik hem een stukje uittrekken en dan ga jij in de handschoen. Ga je gewoon bij mij erin. Nee, hè? Wij willen met de uilentuin alle mensen, zoveel mogelijk mensen, een kans bieden deze unieke dieren te laten zien. Hè? Dus, en ermee bezig te zijn, ook wat interactief ermee bezig te zijn. En mensen te laten kennismaken met deze fascinerende dieren. Ja. Die hou je hier omheen en deze 3 vingers die knijp je dicht en dit doe je in de pistoolgreep. Dus die duim en die wijsvinger altijd zo. En zo heeft hij en dan laat je dit gewoon langs je lichaam hangen. Gewoon rustig laten hangen zo. Zo hou je het lang vol. En dan moet je echt deze kant van je hand ook omhoog houden, want dat is zijn grip, zeg maar. Hè? Dan kan hij omheen met zijn klauwen. Zie je dat? Nou, succes ermee, hè. Ja, jongen, je kent mij niet, hè. Hey, hoe voelt dat? Zwaar? En toch ook weer onwerkelijk, want het is een gigantisch beest wat je van heel dichtbij opeens op je arm hebt. Ja, dat is een unieke belevenis. Absoluut. Gewoon, je doet het niet elke dag. Beetje spannend ook? Eng. Ja, je doet stoer van, hey, zo'n uil zit op je hand. Hij haalt toch niet uit. Dat hoop je toch maar. Ja, dat is mooi. Ja. Typisch uil. Hun uiterlijk, de mysterie die er in allerlei landen zeg maar omheen hangt, hè, want de mythologie is natuurlijk heel uitgebreid. Het gedrag van de dieren. En je raakt er ook gewoon heel erg aan gehecht aan die dieren. Valkeniersknoopje erin. Zo. Hè? Ja,